Sander Duits met de vrije trap voor RKC. Dat is ingestudeerd. Snow uit balans gebracht. Krijgt de bal toch nog voor. Daar stond de verdediging van Heerenveen even op het verkeerde been. Zo is het begin van Heerenveen wat weifelend. En dat zal hem zorgen baren. Banjar. Snow. Krijgt een duel van Breuer. Nu de vrije trap van Duits. Handig hakje en Castellon maakt er 1-0 van. Hij raakt ook geblesseerd, de spits van RKC. Maar de ploeg uit Waalwijk staat wel op voorsprong hier in het Abalensa Stadion. Handig hakballetje hier van Braber. Dat pakt dan natuurlijk ook goed uit voor RKC, maar je moet er maar op komen. En Castellon komt daarna via Van den Bussen hard in aanraking met de paal. Inmiddels is Castellon terug bij RKC. Nadat hij nog even behandeld werd. Narsing. Goed balletje. Djuricic wilde in één keer door. Djuricic. Ah, het is wel aardig bedacht. Hij zag dat Jeroen Zoet wat voor zijn doellijn stond. Zo blijft Heerenveen wachten op de eerste echt goede kans in deze wedstrijd. Braber heeft pijn aan zijn knie, veel pijn. En de scheidsrechter laat ook meteen verzorging toe. Elm landde volgens mij per ongeluk op de knie van Robert Braber. En dat ziet er dan heel pijnlijk uit. Zo te zien zit deze wedstrijd erop voor Robert Braber. Daar is Karim Brigi als vervanger van Robert Braber. Assaidi. Nu is hij er wel langs bij Banjar. Eigenlijk pas voor het eerst. Assaidi begint aan een slalom. Assaidi, de paal. Daar was dan zijn moment. Voor het eerst dat Assaidi echt helemaal loskomt in de eerste helft. En dan is het dus ook bijna meteen raak. Assaidi is inmiddels warm gedraaid. Goeie bal. Elm. Uitstand. Aangeraakt. Raak links naast. Zo komt Heerenveen nu wel wat dichter bij de gelijkmaker. Assaidi. Zet de turbo erop. Assaidi. Dan toch maar zelf. En Zoet. Snow. Die eigenlijk altijd wel de controle over de bal heeft. Ten voorde. Ten voorde van den Bussen. En dan was daar nog bijna de rebound voor Brigi. Maar het scheelt weinig of het staat hier 2-0 voor RKC. Assaidi, foutje van Banja. Assaidi. Dost is voor de goal. Die komt nu naar de eerste paal toe. Daar is Dost. Jan Maat, bal valt wel lekker. Zoet heeft er de nodige problemen mee. Assaidi is erbij gaan zitten. Die kan echt niet verder, zo lijkt het. En dan is Banjar bijzonder sportief. Einde wedstrijd, zo lijkt het, voor Oussama Assaidi. Die al een paar keer aan zijn rug heeft gevoeld. En na bijna 70 minuten voetbal zit zijn wedstrijd erop. Dus komt Van La Parra. Meer en meer begint de tijd te dringen voor Heerenveen. Met nog ruim een kwartier op de klok staat RKC nog altijd met 1-0 voor. Door die goal van Castellon. Sibon. Nu vrij om te schieten. Sibon. Oh, wat een goal. Wat een schitterend doelpunt van Gerald Sibon, zeg. Hij staat helemaal vrij. Dan verwacht je misschien een verwoestend schot. Maar niet bij Gerald Sibon. Want die heeft zoveel gevoel in zijn rechterbeen. En hij ziet bovendien dat Jeroen Zoet wat te ver voor zijn doel staat. Hij is overigens in alle tumult weggestuurd, Ruud Brood. Brood zou de vierde man een duw hebben gegeven en is daarom richting tribune gestuurd door scheidsrechter Kuipers. Van La Parra. Kan Heerenveen ook meteen op voorsprong komen. Dost, hoek is lastig. Hij frommelt er hem nog bijna in, Bas Dost. Maar RKC staat nog een heel erg lastig laatste kwartier te wachten. Heerenveen jaagt wel op de bal, maar RKC speelt goed positiespel. Hier is Snow. Snow met Sibon, daar is hij nu los van. Castellon en daar bijna de goal van Brigi.
Prachtige aanval van RKC en in de 88ste minuut komt de ploeg uit Waalwijk bijna op voorsprong. Sibon, extra tijd opgeschort na 5 minuten. Sibon, nog eentje. Het zal toch niet, de lat. En dan zit hij er niet in. Zo is het toch ook de avond van Gerald Sibon, die zal zo fraai scoren. En dat hier bijna nog een keer doet. Zomer pompt de bal erin. Het zal de laatste kans wellicht opleveren voor Heerenveen. Kums uit stand geschoten. Zoet met de redding. Gouden Leeuw nog. Nog een Zoet. Narsing. Het lijkt wel een schiettent. Maar RKC houdt stand. Want de 5 minuten blessuretijd zit erop. En scheidsrechter Kuipers fluit af. En zo zal dit punt voor RKC aanvoelen als een overwinning.